that you're never alone. There and then all my dreams will come true. There and then I will make you my own. And in time I'm about to suck you, you just tremble inside. We staan hier in de Sint-Martinuskerk. Van Breda is dat eigenlijk een van de oudste kerken buiten de grote kerk. Daar zijn we heel trots op natuurlijk. En vanmiddag een leuke, gezellige rondleiding. En hopen we de mensen een beetje enthousiast te maken voor het kerkgebouw. Het kerkgebouw heeft in de loop van de jaren natuurlijk al heel erg veel ondergaan en moeten doorstaan. En dan praat ik eigenlijk vanaf de 13e eeuw. De parochie is eigenlijk meer dan 750 jaar geleden opgericht. Gesticht door de abdis van Thorn. Heel vreemd, maar de abdis van Thorn van het witte Limburgse stadje. Dat waren de zusters, de kloosterlingen, die het beheer hadden over de landerijen en de gebieden in West-Brabant. En daar viel dus ook Hagen onder. Hagen had destijds ook een andere naam, werd ook wel Meertersheim genoemd en Mertersheim. En toen werd op een gegeven moment hier een zelfstandige parochie gesticht en werd er ook een pastoor benoemd. En dat is de start geweest van de Martinus geloofsgemeenschap. En dat hebben we dus 6 jaar geleden gevierd met het 750-jarig bestaan. Als Prinsen Hagenaren zijn jullie wel tevreden over de stand van zaken van de kerk? Nou, ik moet wel zeggen, toen dus de kerk van Pierre Cuypers volledig ontdaan werd van alle tierenlantijnen, alles werd wit gekalkt en de parochianen daarna terugkwamen, toen was het een enorme schok, een cultuurschok. Al ons vertrouwde is verdwenen, de sfeer is heel anders geworden. Maar nu? Later is dat weer voor een deel in ere hersteld. De witgekalkte muren die zijn gebleven, maar onder deze witgekalkte muren heb je de beschilderingen. En we hebben ook een aantal muurschilderingen terug kunnen halen. En die zijn dus door Ellie helemaal gerestaureerd.
We staan hier bij de eigenaar van het Rode Hert. Wie bent u? Pieter Jong. En werk ik hier van het Rode Hert sinds dit jaar al 30 jaar. Samen met mijn vrouw Anneke. Hi. We hadden dit jaar heel veel jubileums te vieren, want we waren dit jaar ook nog 50 jaar getrouwd. Dankjewel. En komend jaar januari gaan we een heel groot feest geven, want daar bestaat deze herberg 500 jaar. En daar zijn we beren trots op. Het is daarmee ook de oudste herberg van Breda en op één na de oudste herberg van heel Brabant. Er is er maar één die ouder is in Brabant. En bij deze zal ik dat even noemen. Dat is Den Draak in Bergen op Zoom. Maar die is meteen ook de oudste van heel Nederland. En in januari, met het 500-jarig bestaan, gaan we de hele maand festiviteiten organiseren op dat 500-jarig bestaan. Want dat is natuurlijk uniek. Wat voor functie had de herberg hier in Prinsenhagen? Hij heeft meerdere functies gehad. Ja. Buiten herberg, het woord zegt het al, onderdak voor mensen. Ja. Wij doen geen hotel meer draaien, ondanks dat we toch wel mensen boven hebben wonen. Want een herberg met 17 kamers, die laat je niet zomaar leeg staan. Dus daar hebben we een aantal studenten van het NHTV in zitten, onder andere. En vroeger is het ook de halte geweest van de stoomtram Breda-Antwerpen. Dat is ook een heel rijke historie. Daarvoor was er ook nog de padentram. En zoals je kan zien, daar hangt een lijst met de herberg hier erop. Die zijn allemaal bekend, tot 1518 toe. Dus dat is een rijke historie. Ja. En nogmaals, we zijn er beren trots op. Vroeger, toen hadden de mensen geen waterleiding in de oude boerderij. Deze boerderij is van 1700. Geen waterleiding, geen wifi en dat soort dingen. Als ze water moesten hebben, dan hadden ze gewoon een put, dus een gat in de grond, van een meter of 3-4 diep. En dan gingen ze 's morgens gewoon water putten. Kijk. En dan hadden ze een emmerke water. En dat deze dragen mee wassen, dat deze koffie mee zetten, dat deze dieren mee water geven. En ik heb vandaag al een aantal keren gedronken. Dat is gewoon helder water. Niks mis mee, komt die gewoon van de rit. Zuiver bronwater noemen we dat. Dit is het water, dan gaan we verder naar de boerderij. Dan gaan we kijken hoe ze vroeger leefden in de boerderij. Kom maar. Van de familie Gommers, Jan en Cor Gommers. Ik heb hier een foto van broer en zus op de ouderlijke boerderij gebleven, nooit getrouwd, nooit verkering gehad, zei Cor. Daarom zijn ze alle twee 90 jaar geworden, zei ze altijd gekscherend. Die woonden hier vroeger met de familie, vader en moeder in de bedstee en dan 10 kinderen die boven of in een andere bedstee sliepen. Daarachter op het opperkamerke, daar sliep de meid nog, want die hadden ze dan ook nog. Dat kon vroeger allemaal. De oude bakhuis, dat gat er in de muur, is het bakhuis. Daar deden de mensen zelf brood bakken. En verder was het allemaal heel simpel. Hun hebben pas vanaf 2000, denk ik, waterleiding aan laten sluiten. We hebben toen in 1960, heb ik van verhalen, dat wij in de straat water hebben gekregen, dus er werd de waterleiding aangelegd. En familie Gommers die deed daar niet aan mee, want dat was te duur, dat water. En dat was ook helemaal niet lekker, zeiden ze. Dat putwater was veel beter. En dat hebben ze dan tot 2000 volgehouden. Toen werden ze zo oud dat ze toch besloten om één kraantje, dat kan ik jullie vertellen. Door dit gat kwam een waterleidingje uit en hier stond gewoon één, zo'n tankkraantje aan. Dat deden ze 's morgens water tappen voor de koffie en de thee. En om de wc door te spoelen, dat was gewoon de pot dan, zo'n oude trechter, dat deden ze wel water van de put gebruiken. Maar
zo leven de mensen. Vrij simpel.